fietsen en je hebt fietsen. In het Specialized Museum in Morgan Hill in Amerika is de hele geschiedenis van de tweewieler te zien. Zelfs de fiets van Fred Flintstone is er. Er is sindsdien natuurlijk veel gebeurd. Speciale fietsen voor dames, de politie en ook leuk een fiets met een barbecue. Juist. Maar nergens gaat de ontwikkeling sneller dan in het sportieve segment. Waren vroeger fietsen van staal, tegenwoordig is het magische woord carbon. Het nieuwe zwarte goud, waarvan de lichtste en stijfste frames worden gemaakt. Om een beeld te krijgen van de carbonrevolutie, een stalen frame woog al snel meer dan 2 kilo. En met het lichtste carbon kadertje van Specialized zit je op 800 tot 900 gram. Tel uit je winst. En een ander voordeel, carbon laat zich vormen in ieder model dat je maar kunt bedenken. Sure, there's kind of two major components to the way we put together a bicycle. There's the technical aspect and then there's the beautiful aspect. So the engineer is responsible for making sure it functions technically, it's lightweight, it meets all the performance criteria. And then we meet that with the artists who are in charge of how does the product look when you open the box and a person sees it on the showroom floor. Is it going to really astound them? Is it going to look fantastic? So we really try to melt engineering and art together to make one amazing product. Het begint allemaal met een ideetje. Maar de ontwikkeling van een carbon frame is een langdurig proces, waarbij ontwerpers en ingenieurs, maar natuurlijk ook computers, intensief samenwerken. So then it's up to the engineer to actually build it in three dimensions on computer, because the final product will come from computer files. So we use this software where we actually build the whole bike in 3D. And every single shape you see on this computer will make it to the final product. So all of the tools, all of the fabrication methods come from this 3D model. So the 3D model has to be perfect. After the 3D model is made, then one of the steps is we use a 3D printer, which makes a plastic model of what's on the computer screen. Basically the same as a 2D paper printer. You literally hit print and it goes to this box and out comes a plastic 3D model. And so this is exactly what's on the computer. So this gives us a chance to see the frame in real life, in the actual size, the actual dimensions, and it gives us an idea how it's going to look. We can then refine it from this point. We can take Bondo or clay or wood, and we can sand this and we can change the shape even more. So this allows the engineers and the designers both to get together again and refine the shape even further. Als het uiteindelijke model vaststaat, wordt het materiaal gekozen waaruit het frame wordt gebouwd. Voor de topmodellen is dat natuurlijk carbon. This here is the start of a carbon fiber frame. What we do is start with carbon fiber sheets. And there's different types of carbon fiber sheets. These are laid together and they're cut out almost like a dress or some pants, just like a pattern. They're cut out with scissors, they're put together, and they're rolled into these very complicated shapes. This shape is then placed in a steel mold, and using pressure and heat, this then turns into a frame. And what comes out of the frame is something that looks like this. This would be a mostly finished carbon fiber FSR front frame, and this is what it looks like after the molding and the curing process. Maar nog is het frame niet klaar. Het kader moet niet alleen licht en stijf zijn, maar bovenal ook betrouwbaar. Voordat er ook maar een fiets de deur uitgaat, is er uren en uren getest in een high-tech testlaboratorium. Om eventuele haarscheurtjes goed te kunnen zien, zijn de frames wit gespoten. Don't try this at home. So after all the testing is complete, then we go into the final version, which gets painted and finished and polished, and then we start producing lots and lots of them for sale. De frames zijn geschikt voor Campagnolo, SRAM en Shimano groepen, maar waar ze denken dat het nog beter kan, gaan de Amerikanen voor hun eigen onderdelen. If we can't find a crankset that we like from another manufacturer, if we have ideas that we think we can do it better, then we will tackle that project. And in the case of the crankset, this was a great project where we saw a lot of room for improvement, and we wanted to design the frame with bigger bearings and a bigger axle so that it would be stiffer. And we couldn't do that with existing technology. We had to invent our own frame and crank system together.